Joseph Johnston sneuvelt tijdens de inname van Passendale op 6 november 1917. Hij wordt vlak in het centrum van Passendale begraven. Na de oorlog werd zijn graf niet geïdentificeerd. Op de markt in Passendale. Joseph die was een landbouwer en hij was 24 jaar oud. Hij kwam dus eigenlijk van Canada, duizenden kilometers ver, naar hier. En hij is hier op deze plaats gestorven. Wij stappen daar eigenlijk iedere dag langs als we met de rij naar huis gaan. En we staan daar eigenlijk niet bij stil dat hier eigenlijk een slagveld was. Maar dat er mensen gestorven zijn. Het is toch wel heel raar om dat te weten. Hè? Wij zijn het vierde leerjaar en elk jaar leren wij wel iets over de oorlog. Wij vinden heel goed dat die slachtoffers een naam en een gezicht krijgen. Zo kunnen wij ons eigenlijk voorstellen dat dat eigenlijk heel gewone mensen waren. Dat evengoed onze broer of papa kon zijn die naar het front kwam. Hè? Ja, wij hopen inderdaad dat hun familie ook kan zien dat wij daar nog aan denken en dat wij eigenlijk dankbaar zijn dat er zoveel mensen bereid waren om naar hier te komen voor onze vrijheid.